Let's go. Ja, lekker man. Yes. Nice. De Goldilocks blijven hangen, toch? De Goldilocks blijven hangen. Balling. Yes. Waar kom je vandaan, man? Lelystad. Lelystad. L-Town. L-Town. Yes, sir. Hoe is het daar? Lastig. Lastig. Ja, ik woon nu in Groningen, maar ik kom uit Lelystad. Je komt uit. Het is niks mis met Lelystad, hoor, maar het is... Ja, de clichés zijn wel een beetje waar, weet je. Het is gewoon geen moer te doen en... Het is gewoon, de struggle is real, man. Heeft dat ook veel invloed op je muziek? Ja, tuurlijk wel, sowieso. Het is best wel op zich best wel een kweekvijver. Er zijn echt super veel guys daar die beats maken en rappen. En gewoon qua creativiteit gebeurt er wel veel, dus je wordt altijd wel beïnvloed. En altijd wel gewoon in zo'n crew met dudes hangen waarvan iedereen of rapt of beats maakt. Dus sowieso, je beïnvloedt elkaar altijd. Ja. Zeg maar, ik heb daar wel alles aan te danken, weet je wel. Altijd wel aangespoord in mijn omgeving om die shit te doen gewoon. En hoe zou je muziek het beste omschrijven? Gewoon beats, man. Ik zat altijd een beetje te struggelen van, weet je, met genrenamen van, weet je, of je daar wel of niet aan mee gaat doen. En bass music en future dits en zo. En uiteindelijk heb ik zoiets van, ik maak gewoon beats. Ik heb laatst een bootleg gemaakt van... Voel me wel aankomen. Carly Rae Jepsen zeker? Carly Rae Jepsen inderdaad. Wat de respons is van de meeste mensen inderdaad op de dansvloer is dat het los van het feit dat het een hele vette bootleg is. Dat het ook, dat er ook wel een goede dosis met humor in zit. Is dat een belangrijk aspect van muziek voor jou? Ja, ik vind dat altijd heel apart ofzo. Want... Er kwam een keer iemand naar me toe en die zei van, er zit echt humor in jouw muziek. En dat vond ik fucking raar eigenlijk, want ik maak gewoon muziek wat meestal instrumentaal is. Maar toch kan je daar gewoon, zeg maar, en dan praat ik nu over instrumentale beats, daar kan je op een of andere manier ook humor in kwijt of zo. Gewoon met kleine ritmische dingetjes of zo, of kleine knipoogjes, dat het grappig of zo kan zijn. Maar in het geval van Carly Rae Jepsen ging ik gewoon voor dat shock effect. Omdat... Ik wist gewoon dat heel veel mensen zoiets hadden van, what the fuck ben je aan het doen? Ja. Weet je, het is Carly Rae Jepsen, dat is gewoon not done. Maar hoe werkt dat voor jouzelf? Was je verbaasd over hoe dat ontvangen werd? Ja, positiever dan ik dacht. Ik had echt gedacht van, ja, zodra je dat post, dan heb je echt binnen een maand heb je er gewoon 500 haters bij ofzo. Die echt gewoon met naam en toenaam jou gaan zitten flamen ofzo. Maar dat viel best wel mee. En op een gegeven moment stond ik op de Big Bad After van Eurosonic. Yep. En toen dropte ik die track voor een publiek die dat volgens mij helemaal nog niet gehoord had ofzo. En die gingen echt fucking hard op die shit. En echt hipsters, weet je hoor. Echt mensen die echt zouden moeten gaan kotsen van die shit. En die gingen echt kapot los erop gewoon. Dus toen dacht ik van, dus mensen vinden het wel leuk ofzo. Voor de muziekgenre waar jij momenteel in bezig bent. Mm-hmm. Ik bedoel, zoals nu UK bass en trap, dat wordt nu eigenlijk opgepikt door 3FM. Mm-hmm. En dat heeft een grote kans dat het inderdaad commercieel gaat worden en het grote publiek gaat bereiken. Wat is jouw scope daarover als in de beatmakers? Ja, ik vind commercie eigenlijk vrijwel altijd wel gewoon goed voor een genre, want dan weet ik van, dan kan het misschien een beetje... volwassen, ik weet niet of dat het juiste woord is, volwassen worden of zo, maar het is sowieso gewoon goed als er gewoon wat geld in gepompt wordt, weet je, als je gewoon... En sowieso, ik vind commercie sowieso nooit een vies woord, want zeg maar, wekke gasten heb je zowel in de underground als in de commercie en goede gasten ook, weet je wel. Dus het is niet zo van, sommige mensen doen alsof underground dan altijd credible is en dan zodra het commercieel is het stom. Nee, ik bedoel, als je een of andere niche genre gaat opzoeken waar nog nooit echt een hond van heeft gehoord, En je gaat die artiesten checken, ja, dan zullen er gewoon wekker gasten zijn en dope gasten. Ja. En datzelfde geldt voor de commercie. Ja. Gewoon gasten die gewoon dikke money pakken, maar gewoon nog steeds harde shit maken. En ja, tuurlijk zullen er ook wekker, maar bottom line voor mij is gewoon, commercie is wel gewoon goed voor een genre. Want dan kan het leven, ja, dan kan het ademen en leven, ja. Wat vind je zelf leuker? Sta je liever achter de decks of ben je liever in de studio? Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag, want toen ik eenmaal begon met DJ'en uit een soort pure noodzaak, toen en de noodzaak in de zin van dat je out there wil zijn met je muziek,
toen ging ik het al vrij snel fucking vet vinden, weet je. Want dan kom je er ineens achter van, oh wacht, weet je, dit vindt een crowd leuk. En dan leer je gewoon een crowd bespelen en aanvoelen van wat voor pokoes werken wel en wat werkt niet en zo. Mm-hmm. Dus ik ging daar, weet je, ik ging er al vrij snel van houden, van het DJ. En nu vind ik het ook super master. Ja. Maar de studio zal dat toch altijd wel... De studio wint het wel voor de club? Ja, de studio, ja man. Ja man, huilen in de studio, wind van huilen in de studio. Waar gaat je voorkeur naar uit? Dat je bijvoorbeeld voor 2000 man staat op zo'n groot feest of in een intieme club? Ook een moeilijke vraag, maar ik denk die intieme clubsetting die gaat het wel winnen ook. Oh, oké. Ja nee, die wint het. Die wint het gewoon. Ja man, intieme clubsetting. Want voor mijn gevoel, als je echt voor een dikke crowd zat, zoals bij Resist, en niks slechts daarover, want dat was echt een fucking harde gig en dat vond ik super tof. Maar dan, je hebt een soort vertraagde reactie gewoon, weet je. En misschien is dat echt gewoon letterlijk aan de fysieke situatie te wijten ofzo. Dat je gewoon, de afstand is groter, de setting is groter. Dus jou en de mensen bedoel je? Juist. En bij in een intieme club, dat woord intiem is wel, ja, dat is mooi. Een intieme clubsetting, een kleine clubsetting, die, dan voel je, zeg maar, echt bij elke track voel je gewoon van, oh wauw man, dit werkt niet. Gewoon, je moet even nu iets anders doen ofzo, weet je wel. Ja. En in zo'n grotere setting heb je toch misschien dan, kan je voor mijn gevoel soms 2-3 tracks lang niet echt doorhebben dat je eigenlijk een andere kant op moet gaan. Weet je. Oh, en in een kleinere... Dus ja. De interactie is... Ja precies. Ja, interactie gewoon. Okay. Die is sneller. De interactie is sneller in een kleine club setting. Hoe is het nou bijvoorbeeld als iemand naar je toe komt en die wilt een verzoeknummertje aanvragen? En is dat eigenlijk überhaupt wel gebeurd? Ja, natuurlijk. Je hebt altijd van die mensen die... Van die mensen. Je hebt altijd van die mensen die een request willen doen. En dat is op zich ook helemaal niet erg, maar ik fok niet met die shit. Ik fok niet met de request. Dat was wel grappig trouwens, een keer in de Jimmy Woo of all places kwam een chick om fucking Guus Meeuwis vragen. Een chick kwam om... In de Jimmy Woo. Ja man, dat was de eerste keer dat ik daar draaide en ik was helemaal starstruck van er zitten lichtjes in het plafond. En helemaal blij en shit. En zo'n chick wilde de hele tijd mijn aandacht. En ik negeerde haar en op een gegeven moment zei ik van ja oké, weet je, van wat is er? Toen vroeg ze van ja, kan je één Guus Meeuwis voor me draaien? En toen zei ik van nou ja, ik weet niet of je een beetje snapt wat hier gaande is, maar ik ben gewoon een set aan het doen. En weet je, nee. En toen, die chick was helemaal flabbergasted van... Oh, is dit niet net zoals in een kroeg of zo? Die chick kwam duidelijk ook niet uit Amsterdam. Die dacht gewoon echt seriously van dit is gewoon dansen bij Jansen of zo. En je kan gewoon een Guus Meeuwis request droppen gewoon. Dat was fucking grappig. Maar nee, ik doe geen request. Behalve als ik de track heb. Ja, nee, request. Ik doe nu echt alsof request iets super ergs is of zo. Maar als ik het woord request gebruik, dan heb ik het ook echt over zulke mensen. Want er komt nooit een keer iemand van, yo man, heb je... Weet ik veel, die super hippe Catronada remix die gisteren uitgekomen, dat is het nooit. Nee, het is altijd fucking Guus Meeuwis of Chris Brown ofzo. Het is nooit credible requests gebeuren gewoon. Nooit. Wie zou volgens jou naar de barber moeten gaan? Als in jij? Als in naar jou? Als in natuurlijk jouw barber. Ja, uiteraard. ja, dat weet ik wel. Sub jou. Sip jou, en ik zal ook zeggen waarom, want die heeft gisteren een zeer teleurstellende barber ervaring gehad. Hij wilde zeg maar naar de local, gewoon de local Turkse kapper bij hem, in Heerlen. Maar die was dicht